Merhaba arkadaşlar, 2020 online TOEFL kursus Nederlands, Hollandse dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de meest gebruikte het woorden in verschillende zinnen. Çokça kullanılan het ile başlayan kelimelerin cümle içinde kullanımını öğreniyoruz. Başarılar. Belirtilen het woorden kelimelerinin içinde geçtiği örnek cümleleri en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyiniz. Het woorden. Herhaal deze voorbeeldzinnen met het woorden minimaal twee keer hardop en duidelijk. Veel plezier met het leren. De meest gebruikte het woorden zijn onder andere het paspoort, het geduld, het salaris, het avontuur, het hart, het lichaam, het onderwijs, het probleem, het gesprek, het Turks, het Nederlands en etc. Gaat het zo door. Evet arkadaşlar, dersimiz başlıyor. Maak Nederlandse zinnen met het het woorden. Het paspoort. Paspoort. Als je naar een ander land reist, moet je het paspoort meenemen. Ik wil op vakantie, maar paspoort is verlopen. Tatile gitmek istiyorum ama ne yazık ki pasaportumun tarihi geçmiş. Het bewijs. Kanıt, delil. Het rijbewijs is een geldig legitimatiebewijs voor de gemeente. Je hebt het bewijs nodig voor deze operatie. Het glas, bardak, jam. Het glas viel op de vloer. Daardoor heb ik het glas nu in mijn voet. Bardak yere düştü. Bu yüzden dolayı ayağıma jam battı. Het ijs, dondurma, buz. Mijn lievelingstoetje is in de zomer ijs. Het ijsje was erg lekker. Het water, su. Je moet minimaal 2 liter water drinken per dag. Hij zwemt in het schone water. Het gedrag. Davranış. Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind. Çocuğumun davranışı beni endişelendiriyor. Het gebouw. Bina. Het gebouw van de gemeentehuis is mooi en groot. Belediyenin binası çok güzel ve çok büyük. Het gebouw. Tekrar bina. Het antieke gebouw staat in brand. Het raam, cam, pencere. Ik moet alle ramen van het huis schoonmaken. Ik kijk door het raam naar de straat, pencereden, caddeye bakıyorum, sokağa bakıyorum. Het bed, yatak. Ik moet een nieuw bed kopen, want het oude bed is kapot. Mijn dochter heeft het nieuwe stapelbed in haar kamer staan. Nieuwe stapelbed, yeni ranza. Het huis. Het nieuwe huis heeft een grote tuin. Het bad. Banyo, kwet. Hij moet het bad van zijn huis vernieuwen. Ik heb het bad in mijn nieuwe badkamer laten plaatsen. Het gedrag. Zij heeft het gedragsprobleem. ADHD. Het gedrag van het meisje was goed. Puntje achter. Het begin. Başlangıç. Aan het begin van de les drinken wij altijd koffie. Het deel. Parça. Het eerste deel van dit boek is kapot. Kitabın ilk bölümü, ilk parçası. Het jaar. Yıl. Het jaar dat mijn kind geboren werd is heel bijzonder voor mij. Çocuğumun doğduğu yıl benim için çok özel bir yıl. Het jaar bestaat uit 12 maanden. Het moment. O an. Het moment van de waarheid is aangebroken. Ik wil in het nieuwe jaar mooie momenten verzamelen. Het verleden. In het verleden was hij buschauffeur. Het bedrijf. Şirket. Het bedrijf Unilever werkt ook in andere landen. Ja, het is echt waar. Het bedrijf bestaat al 50 jaar. Het werk. Het huiswerk is heel moeilijk. Ik vind het werk makkelijk. Bu işi kolay buluyorum. Het kantoor. Het kantoor van mijn man is heel mooi. We maken het kantoor elke week schoon. Het woord. Ik probeer Nederlandse woorden te leren. Enthousiast is het moeilijkste woord in deze zin. Het voorbeeld. Örnek. Ik moet een voorbeeldzin maken om woorden te onthouden. Nokta. Het leukste voorbeeld staat in dit boek.
Het meervoud, chol. Het meervoud van kind is kinderen. Het meervoud van lamp is lampen. Het geval, budrumda. We hebben nog nooit een geval als dit meegemaakt. Böyle bir durum hiçbir zaman için yaşamamıştık. Het eerste geval van coronavirus is vandaag gerapporteerd. Het model. Ik vind het model van oude auto's mooier dan die van moderne auto's. Het bericht. Ik krijg regelmatig bericht van de Belastingdienst. Werk dairesi demek arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ik kreeg vandaag het bericht over mijn afspraak van maandag. Pazartesi gününkü randevum için bugün bir mektup aldım. Het mes, bıçak. Ik sneed met het mes in mijn hand. Je kan niet snijden met het rode mes. Het is bot. Kırmızı bıçakla kesemezsin çünkü bıçak kör. Kesmiyor. Het brood, ekmek. Ik eet altijd het bruine brood. Of bruin brood. Het brood ligt in de broodtrommel. Het ontbijt, kahvaltı. Het ontbijt is beste maaltijd voor mij. Het ontbijt begint om 8 uur. Het bord. Het nieuwe schoolbord in de klas is heel handig. Okuldaki yeni tahta çok kullanışlı. Na het eten doe ik het bord in de vaatwasser. Yemekten sonra tabağı bulaşık makinesine koyuyorum. Yerleştiriyorum. Het feit. Gerçek. Fact. Ik bedank hem voor het feit dat hij mij gered heeft. Nokta. Je kunt de feiten niet meer verbergen. Gerçekleri artık saklayamazsın. Het belang. Het belang van mijn kind is het belangrijkste voor mij. Het onderwijs. Het onderwijs in Nederland is van hoge kwaliteit. Hollanda'daki eğitim çok kaliteli, yüksek kalitede. Het onderzoek, araştırma. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Het resultaat, sonuç. We kiezen een school op basis van het examenresultaten. Nokta. Het resultaat van het onderzoek is nog niet bekend. Het onderwerp, konu, mesele. Het onderwerp beschrijf je waar de tekst over gaat. Het onderwerp van dat onderzoek ging over een vermiste vrouw. Bu araştırmanın konusu kaybolan bir kadınla ilgiliydi. Het mechanisme. Het mechanisme van deze machine is erg ingewikkeld. Het mechanisme van de auto is erg lastig te begrijpen. Het inzicht. Het inzicht van deze wetenschapper klopt niet. Het inzicht kwam met de jaren. Het ontwerp, design. Het ontwerp van de openbare ruimte was ingewikkeld. Het apparaat, burada A var arkadaşlar, dikkat. Je moet het apparaat met een afstandsbediening aanzetten. Mijn keukenmachine is kapot, dus nu koop ik het nieuwste apparaat. Het instituut, instituut. Het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen staat in Den Haag. Uluslararası ilişkilerle ilgili olan Hollanda Enstitüsü Den Haag'da bulunmaktadır. Het vak, konu, ders. Het favoriete vak van Ali is Turks. Het vak Nederlands krijgen alle leerlingen op school. Hollandaca dersini okuldaki bütün öğrenciler almaktadır. Het verhaal, hikaye. Yaren vertelde zijn vriend het verhaal over zijn avontuur tijdens de zomervakantie. Het verhaal over jouw vakantie is fantastisch. Het voorstel, öneri. Heb je over het voorstel nagedacht? Öneri düşünebildin mi? Het voorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Kanun önerisi, ikinci Hollanda'daki Hollanda yönetimi tarafından ikinci oda tarafından kabul edilmiştir. Het gesprek, görüşme. Ik heb vandaag het gesprek met de juf van mijn dochter. Nokta. Hoe ging het sollicitatiegesprek? İş görüşmen nasıl gitti? Het debat, münazara, tartışma. Ze won het debat op school. Okuldaki münazarayı kazandı. Het punt, nokta, mesele. Het belangrijkste punt van jouw verhaal is niet duidelijk voor mij. Hikayendeki asıl mesele benim için tam olarak açık değil. Het idee, düşünce.
Ik heb het creatiefste idee bedacht. Het begrip anlayış. Ik heb het begrip hiervoor niet. Ben bunu anlayışla karşılayamam. Het concert. Concert. Ik ga vanavond naar het concert van Ilse de Lange. Het concert begint om 8 uur 's avonds. Het overleg. Görüşme. Het overleg over de afscheidsavond is morgenmiddag. Het doel. Amaç. Het doel is niet om geld te verdienen. Amaç para kazanmak değildi. Hij schoot de bal en de doel. Topu kaleye şutladı. Het plan. Plan. Heb je een oplossing voor het probleem? Het probleem. Zij heeft het grootste probleem met haar tweede klas. Het gras. Çimen. Hij liep door het gras en werd nat van de dauw. Çimenlerin üzerinden yürüdü ve bu yüzden dolayı, çiseden dolayı ıslandı. Het strand. Kumsal. Sahil. Het strand is dicht bij mijn huis. We gaan zondag naar het strand. Het pad. Waar gaat het pad naartoe? Bu küçük kurbağa nereye gidiyor veya bu yol nereye gidiyor? Hij loopt over het leuke bospad naar het dorp. Het land, ülke, toprak. Het land heeft een eigen grondwet. O ülkenin kendi anayasası var. Tulpen komen uit het land Turkije. Laleler Türkiye'den geliyor. Het adres, adres. Zij weet het nog steeds. Zij weet niet nog steeds wat het nieuwe adres is van haar vriendin. Het adres van ons huis is Aardstraat 16. Het debat. We moeten het debat afzeggen. Bu münazarayı iptal etmemiz gerekiyor. Afzeggen. İptal etmek. Het centrum. Şehir merkezi. De weg naar het centrum van Den Haag is afgesloten. Den Haag şehir merkezine giden yol kapatılmış. Kapatıldı. Er staan 10 winkels in het centrum. Şehir merkezinde 10 tane dükkan var. Het avontuur. Macera. Dit boek gaat over het avontuur van Sarah. Het event. Evenement. Ze hebben geluk dat jij het event organiseert. Het programma. Ze toonde hem toen hij het nieuwe programma moest gebruiken. Het programma is mijn favoriete tv-programma. Het feest. Party. Het feest is in Den Haag. We gaan trouwen. Kom je ook naar het feest? Biz evleniyoruz. Düğünümüze geliyor musun? Het schilderij. Tablo. Hoe oud is het schilderij de parel? Parel tablosu kaç yıllık, kaç yaşında? Ik kocht een replica van het schilderij van Rembrandt. Rembrandt'ın tablosunun bir replikasını, yani kopyasını satın aldım. Het restaurant. Ik heb ooit in het restaurant Het Konijn gewerkt. Ik vind het restaurant schoon. Het museum. Het museum is nu dicht. Het museum Anne Frank is in Amsterdam. Het toestel van mijn laptop doet het niet. Het toestel. Het salaris, maaş. Hij krijgt het salaris omdat hij werkt. Çalıştığından dolayı maaş alıyor. Het lerarensalaris wordt met 3% verhoogd. Öğretmen maaşı %3 yükseltildi veya arttırıldı. Het stuk. Het theaterstuk is erg mooi. Het stuk grond hoort bij dat huis. Het geld. Para. Het geld graag op deze rekening overmaken. Het geld groeit mij niet op de rug. Para benim sırtımda yetişmiyor ki. Het bedrag. Miktar. Het bedrag voor deze cursus is 30 euro per week. Ik kocht merkhorloge voor het bedrag van slechts 50 euro. Het nummer. Het huisnummer is 278. Wat is het telefoonnummer? Telefoonnummerası nedir? Het aantal. Sayı. Het aantal leerlingen is aan het stijgen. Het begin. Başlangıç. In het begin hadden we niet zoveel problemen. Başlangıçta bu kadar çok sorunumuz yoktu. Het eind. Sonuç. Aan het eind van de dag was ik erg moe. Günün sonunda çok yorgundum. Het afscheid. Veda etmek. Het afscheid is altijd triest. Veda etmek her zaman için çok üzücüdür. Het lot, kader. Het lot dat hem verwachtte was vreselijk. Ik geloof in het lot.
Het verschil, farklık, het verschil tussen de twee foto's is niet te zien. Het netwerk van Ziggo is niet goed. Het kind speelt de hele dag met de bal. Het meisje, het kleine meisje is lief, die heet Sarah. Het meisje wil met haar vrienden naar de bioscoop gaan. Het publiek, dank u, dames en heren, u bent echt het beste publiek ooit. Het publiek applaudisseerde na afloop van de voorstelling. Het stel, jullie zijn het perfecte stel. Het mes, de verdachte man draagt het Zwitserse mes, zakmes. Het bericht, laat het bericht achter naar de piep. De moeder las het bericht van haar. Het hart, uit het oog, uit het hart. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur. Het lijf, vücut. Je moet het lijf goed verzorgen. Vücuduna iyi bakmalısın. Het haar, saç. Ik heb het kortste haar. En kısa saçlı olan benim. Het lichaam, vücut. Deze jongen heeft het sterkste lichaam. Het oog, göz. Zij heeft het groene oog. Door het oog van de naald kruipen. Het oor, klak. Alles wat hij hoort, gaat het ene oor in en het andere oor uit. Duyduğu her şey bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Het gezicht, yüz. Het gezicht wordt bleek als iemand duizelig is. Bir kişi kendisini iyi hissetmezse yüzü bembeyaz olur. Het voertuig. Het voertuig moet gerepareerd worden. Araç. Het bestuur. Het bestuur van onze klas nam nieuwe beslissingen. Yönetim. Üst yönetim. Het vaartuig. Er was een klein probleempje met het vaartuig. Door de stroom van gisteren zonk het vaartuig. Deniz aracı. Het ongeluk. Kaza. Het ongeluk gebeurde omdat de weg glad was. Yol çok kaygan olduğu için kaza oldu. Het schip, gemi. Ik werd zeeziek op het schip, gemide, beni deniz tuttu. Het schip was op de zee, gemi denizdeydi. Het vervoer. De soldaten zorgen het vervoer voor de vluchtelingen. Het transport. Ik heb moeten meeplegen met het transport naar Rome. Het heelal. God heeft het heelal geschapen. Afsluiting. De meest gebruikte het woorden in verschillende zinnen. Arkadaşlar, bu dersimizde örnek olan het'le başlayan kelimelerin örnek cümleler içerisinde kullanımını öğrendik. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Soru, öneri veya görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızda paylaşmanızı rica ediyorum. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır. Saygılarımla, Mehmet Uz.